Hoi, vandaag een kleine tutorial met mijn favoriete kwasten. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n 6 kwasten die ik eigenlijk echt dagelijks gebruik. Dus dat zijn echt aanraders, dus ik kan ze op verschillende manieren gebruiken. En vandaag laat ik zien één manier. Dit is het kwastje van Sephora. Het is eigenlijk een klein beetje bollig kwastje. En dit gebruik ik als mijn all-over, voor mijn all-over kleur. Ik breng deze dus over bijna mijn hele bewegende oogje. En ik vind het echt een heel ander kwastje. Het is misschien niet helemaal de bedoeling om die zo te gebruiken, maar ja, bij mij werkt die eigenlijk prima. Dan pak ik eigenlijk met hetzelfde kwastje, maar met de andere kant een andere kleur. Een beetje een bruine kleur. En die breng ik op de uiterste ooghoek. Eigenlijk wil ik ook echt blenden met het kwastje. Daar is hij waarschijnlijk nog het minst geschikt voor, maar ik hoop trouwens dat het eruit in de dark is, maar muziek zochtens vind ik altijd wel fijn. Dan kan je weer met de andere kant weer dat witte pakken en dan blend je hem eigenlijk nog beter, maar eigenlijk hoeft het ook niet. Perfect. Oké, dan pakken wij een grote blending slash crease kwast. Deze van Sigma. En nemen we de, ik denk wel bruine kleur. Echt op het puntje. En vanuit de buitenste ooghoek, met ronddraaiende bewegingen, gaan we eigenlijk onder de arcadeboog aanbrengen. Vooral niet te veel. Ik wil hier meer diepte in hebben, je kan het zo laten, maar ik vind dat net iets diepte in moet. Dus ik pak een klein puntig kwastje en ik dep hem in een zwarte oogschaduw en ik ga net onder mijn arcade boog. Dat geeft net iets meer diepte, ik pak weer de fluffy brush. Dan pak ik een klein fluffy kwastje en die dep ik in een beetje een rozige kleur. En dan voel ik dat mijn bruine kleur eigenlijk iets uitgebreid. Maar voeg ik er toe dan die roze kleur van daarnet kan ik natuurlijk ook aanbrengen op een grote blending brush. En daar ga ik dus echt mee blenden. Ik zet trouwens alle kwasten nog eens op mijn website en kun je het nakijken. Highlighter kleur.
ook op bruine kleur. Op mijn onderste ooglid heb ik al een beetje oogpotlood. Bruine. En breng hem zo aan. En ik ben altijd van een smoky effect. Dus ik pak weer mijn kleine fluffy brush. En die dep ik in dat net iets dat lichtere donkerbruin, zeg middenbruin. En dan ga ik in de buitenste ooghoek ga ik het meer smoky maken. Even met de waterschijf. Nee, staat niet. Bedoel ik. En dan mascara toevoegen, eyeliner toevoegen en dan ben ik het klaar. Zo ziet het eruit. Het eindresultaat laat ik op mijn website zien. Ik hoop dat jullie dit niet eens aan hebben gehad en ik spreek jullie snel weer. Doeg!